Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Zoals je kan zien, vandaag staan we bij de motor. We gaan eraan beginnen. Je moet af, dus dat is het werkje voor vandaag. En dan gaan we proberen helemaal te laten zien. Zoals je kan zien, zit Tommy ook opnieuw, net zoals Fiete. En dan komt ook de hoop binnenkort. Dus moest je geïnteresseerd zijn, geef een seintje. Het is voor binnenkort. Maar dus eerst vandaag motor samensteken, want de laatste maand is ingezet. Dus tot straks. Al lang heb ik dat niet gemaakt. Ja. En Thomas, hoe voelt dat er? Werken? Ah, mijn vingers. Eerst al honden en toch heel langs koesten. Eerst kijken de natten als lagers te monteren. Dus ik heb gezien in een van de vorige filmpjes dus, in die middelste lagers eruit gekomen. Dus de oplossingen daarvoor dat ik gezien heb is lager lijm. Dus we zijn eigenlijk extra vaste te platten dat is er niet uit komt, hopelijk. Proberen we hard. Ja, we hebben normaal dan moeten platten. Dus, en die slaan we erin van langs de andere kant. Verzekerd is dat hij er heel mooi recht in zit. Nu gaan we kijken voor de hoofdlagers erin te steken. Tommy is bezig met de krakkast kruisen. Deze erop. Yes. Kijk, het twee soorten. Hè. Dus. Met mijn gatjes. En zonder. Ja, dus die. Met het gatje moet natuurlijk. Van boven de blok. Ja. Trustbearing. Voilà, ze. Dus hier zie je die openingen. Dus daar heb je dat wok en die andere. Dus deze moet altijd naar elkaar staan. En deze kun je niet draaien. Anders zit die, dan komt die button een blok uit. Nee. Ik hoop wel dat ik die bot mee heb. Zit er een bepaalde volgorde in? Ja. Ja, begin met de midden en naar buiten gaan niet nog af, weer nog een achter, dat maakt niet uit. Ja, oké. Ja, anders je kan met het ding kan ook niet. Een beetje een blauwe dichting. Ja,
got him. En die wordt vervangen door... Die was vervangen door een double. Ja, een double die dan ook er verstaalbaar is. Dus deze zijn nu al aangetrokken op 20 newton. Dus nu moeten we deze eerst 80 graden bijtrekken. En dan daarna de buitenste 20 newtonmeter en 53 graden. Dus we gaan dat nu een keer doen. Dus nu de buitenste op? Eerst 20 newton. En dan 53 graden. Yes. Draai nog altijd rond. Dat is wel positief. Nu kunnen we kiezen. Of we doen eerst matlassen en distributie, of we doen eerst pistons. We doen eerst pistons dus hier. Laten we eerst de distributie doen en de matlassen. Camshaft, thrust plate of retaining plate monteren. Dus moeten deze is beter van te vernieuwen, want het zit er een dichting in gehold. En dat verbindt eigenlijk je twee oliekanaal van je lifters hier met elkaar. Dus moest je dat hier laten, gaat je een oliedrak eigenlijk weg. Gewoon in de motor en gaat je het. Wordt het zelfs niet gewaar verzekerd? Ja, dus daarom hadden die altijd te vervangen. Ontmerkt. Dus hier zit men die met het rondkantje, dus dan moet men het bolletje pakken, rechter ten opzichte van dat. Ja. Dus dan moet hier tussen komen als de spacers, omdat een dubbele ketting is, komt dat iets meer naar voren, dus moet de pomp een klein beetje naar voren gemonteerd zijn. Want dat zit eigenlijk bij de ketting. Snelle pistons. Ja.
kijken of de pistons erin te steken. Dus het moet nog niet lager zijn. Want dan moeten de zuigerveren nog juist gepositioneerd zijn. Goed als het erin komt. Dat is mat. Dat is waar dat die pasta geschuurd is. Ja. En de matte kant moest gewoon even mede zijn over heel de klepper. Ja. Alright. Een goede afdichting. Klapleiders komen. De klep komt er dan door en het wordt afgedicht. Dat er geen olie door kan, dat de motor geen olie verbruikt. Ondertussen zijn we ook bezig aan de laatste klapveer. En die zitten samen.
Ondertussen zit ook de karter er zo goed als op. Dus de onderkant van het blok is klaar. De eerste kolas is afgewerkt, ligt ook klaar. Tommy is bezig aan de tweede met de kleppen te roderen. Dus we're getting close. Nog even doordoen en dan zit hij te samen. Zoals je kon zien, het onderblok zit volledig samen. Volgende week monteren we de lifters, zetten we de coulassen erop, de koppen erop, steken we al de sensors erin en dan is die klaar om te monteren, denk ik. Ja. Dus dat laten we volgende keer zien. We hebben nog wel wat werk te doen, maar we zitten wel weer al een hele mooie stap dichter. Denk dat ik er aan de trein, als je wilt, laat het ons weten en dan zien we elkaar volgende week in het volgende filmpje. Tot volgende week.